Grocery haul. Ik zie altijd in alle Engelse filmpjes dat mensen laten zien wat voor boodschappen ze hebben gedaan als ze in een dorm wonen. En nu ben ik natuurlijk een student, dus ik dacht misschien kan ik andere studenten ook wel inspireren met wat voor eten ze kunnen gaan maken. Het is namelijk heel goedkoop wat voor boodschapjes ik altijd doe. Ik heb nu net weekboodschappen gedaan. Dus dat is in ieder geval ochtendeten en lunch genoeg voor de hele week. En avondeten heb ik genoeg ongeveer voor 3 dagen. 2 dagen en dan doe ik dat altijd last minute, want heel vaak komen er ineens vriendinnen eten of familie of dan ben ik ineens niet meer alleen of ik eet ergens anders. Dus dan is het super onhandig. Dus vaak doe ik avondeten wat later op de dag of in de middag een keertje halen of zo. En dan doe ik graag weekboodschappen op 1 dag in de week voor de hele tijd. Dus ik ga het jullie laten zien. Alles wat ik nu ongeveer laat zien was 26 euro. Er waren een paar dingetjes in de bonus. Ik ben vegetarisch, ook handig om te weten. En door de week verspreid, de aankomende week, ga ik jullie wat receptjes laten zien die ik met mijn boodschappen kan maken. Zodat ik hopelijk jullie inspiratie kan geven. Oké, er loopt hier ook een kat rond, dus die moet je maar negeren. Oeh, poepetje. We beginnen met sojamelk. Ik heb altijd heel veel sojamelk in huis. Deze zijn echt mega goedkoop, 88 cent volgens mij uit mijn hoofd. En ik vind het echt zoveel lekkerder dan melk. Het is zoveel zoeter. Dus 's ochtends kan ik dit bijvoorbeeld met Brinta doen. Wil je ook in de vlog? Hallo! Dus kun je natuurlijk met Brinta doen of met havermout of met banaan. Nou ja, banaan heb ik ook altijd in huis voor mijn bananenpannenkoeken. Of voor bijvoorbeeld in havermout. Ook mega goedkoop. En soms maak ik de smoothies. Dat doe ik dan met sojamelk en banaan en havermout. Ligt eraan hoeveel ik meeneem naar school. Ik neem het altijd mee naar school. Zodat het wat meer vult. En daar doe ik dan nog diepvries aardbeien bij. Maar diepvries aardbeien heb ik niet gehaald, want dat had ik dus nog in huis. Die had ik altijd graag bij de Lidl. Is mega goedkoop daar. Even kijken. Dan als middageten hou ik ervan om deze te eten. Deze zijn ook super goedkoop. Volgens mij 1 euro voor een pak. En dan heb je dus super handig allemaal van die 5 pakjes erin zitten. En dat is dan precies genoeg. En dan neem ik altijd graag huttenkees mee. Of ik haal altijd een grote. En dan doe ik het in kleine bakjes meenemen. En dan doe ik er altijd graag knoflookpoeder bij. Want dan maakt het wat meer op smaak. Dus daar heb ik er ook wat van. En deze zijn 60 cent uit mijn hoofd. Echt super goed. Dan hou ik altijd van lekker veel fruit. Dus de rode druiven. Ik vind het zo gek dat er geen paarse druiven heet. En mandarijnen waren ook in de aanbieding. Dus die heb ik ook nog gehaald. Altijd lekker veel fruit in huis. Dan hebben we deze lekkere cookies. Dus die zijn ook top. Pindakaas. Dit is 100% pindakaas, want daar zit niks anders bij in. Dus alleen maar pindakaas. Dus dat is super goed. En deze is lekker vloeibaar. Dus als je havermout maakt of bijvoorbeeld bananenpannenkoeken en je wilt er overheen doen, kun je het in ieder geval in plaats van een soort van hele grote bonk. Dan heb ik nog deze Albert Heijn merk Cool Best. Deze is super lekker. Dit is mango sinaasappel. En ook in de bonus was deze ham, vega ham. Maar eigenlijk is er altijd wel iets van de vega afdeling in de aanbieding. Of best wel vaak in ieder geval. De paté is ook heel lekker. En de vegetarische, hoe heet dat? Filet Amerikaan vind ik ook echt super lekker. Volgens mij is die zelfs veganistisch. Dan heb ik nog yoghurt. Ik heb altijd het liefst magere yoghurt, omdat ik gewoon van eten hou. Dus je kan bijvoorbeeld ook yoghurt met wat meer vet erin. En dan kun je beter zeg maar alleen dat als middag eten. Maar ik heb dan liever en dit en bijvoorbeeld een paar crackers. Of nog een boterhammetje of iets. Want ik hou gewoon van eten. En je hebt natuurlijk best wel veel pauze bijvoorbeeld op school. Dus dan vind ik het fijner om dan in iedere pauze iets te kunnen eten. Dus dat is super chill. Dan als avondeten gaan we eten couscous. Met basis falafelbolletjes. En deze bolletjes zijn heel lekker. En die doe ik dan ongeveer door 4 snijden zodat ze wat kleiner zijn. Met champignons. Broccoli. En pultjes. Lekker veel groenten, daar had ik zin in. En ik ga een beetje op de gezonde toeren. Niet altijd. Vaak zit er nog chocola bij in mijn weekboodschappen en allemaal hoor. Maar ik wil gewoon graag een beetje weer op de gezonde toeren. En laten zien aan jullie ook dat je dat ook kan terwijl je gewoon lekker eet. Dan hebben we nog honing en kaneel, want die was op. En bij het avondeten hoort natuurlijk pesto. Lekker! Ik heb ook heel vaak oude kaas bijvoorbeeld in huis. Of bijvoorbeeld bij de muesli eet ik altijd. Of bij de yoghurt eet ik altijd muesli en dan met gedroogd fruit. Maar dat zien jullie dus allemaal van de week in de volgende filmpjes. Even een moment voor hoe deze kat gewoon rustig ligt te chillen tussen al mijn boodschappen. Hé, Retje? Ja. If you found the one, you should never give her up.
I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. Tada! Klaar! Ik heb nog wel een potje pesto ernaast staan. Ik eet best wel veel pesto erbij. Maar dit is groente met groente en groente met falafelballetjes. Echt super lekker. Yummy! Oké, ik heb een hapje met alles. Hierop, falafelballetje, champignonnetje, gewoon alles erop. Het is wel echt een hele grote hap, maar eventjes een taste test. Hou. Ja, goeie man. Zo lekker. Het is tijd voor middageten. En ik ben net naar de markt geweest samen met mijn huisgenootje. Oeh, hoor je die knak? En ik heb lekker framboosjes gehaald, want op de markt is dat altijd mega goedkoop. En dus ik heb lekker yoghurt met framboosjes en een muesli met die Albert Heijn koelbes. En wat ik ook op de markt heb gehaald, echt mega erg, is een kerstboom. Hij is echt mega klein, hij is echt heel schattig. En daarna ben ik gelijk even naar de Action geweest en heb ik deze balletjes gekocht. En deze roosjes zijn ook echt mega leuk, met een goud randje. En ik dacht, deze kan ik misschien om de pot heen doen, dus een beetje suède-achtig. En lampjes natuurlijk. Dus ik dacht, het is wel heel erg. Het is vandaag echt iets van 20 oktober of 20 november of zo. Ik heb echt geen idee welke datum het eigenlijk is. En ik ga gewoon de kerstboom al opzetten. Ik heb er zoveel zin in. Dus ik ga lekker kerstmuziekje opzetten. En dan ga ik jullie meenemen in mijn kerstboom opzetten. Natuurlijk eigenlijk niet, het is een receptjesvideo. Maar ik dacht, ik wil het graag aan jullie laten zien. Dus let's go. Oh jongens, ik ben toch zo vrolijk. Hier word je toch blij van. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb ondertussen wel genoeg gehad van de achtergrondmuziekjes. Ik hou dus ook heel erg van smoothie. Daar doe ik in sojamelk, iets van 4, 5 diepvries aardbeien, een banaan. En ligt eraan wat ik die dag verder nog ga eten, anders dus nog havermout. Dat heb ik dit keer niet gedaan. Nou, dus zoals je ziet, super makkelijk. Ik draai de deksel erop en klaar ermee, op naar school. Wat dus super handig is aan mijn mixer, is dat ik het dus zo heb kan maken. En ik heb het net gemaakt, maar ik kan het dus ook super makkelijk mee naar school nemen. Doordat je er een deksel op kan doen. En ik heb zelfs randen, waardoor dit minder, ja, minder fijn is aan je mond, zeg maar. Of juist fijner. Maar ik drink eigenlijk altijd met een rietje. En dus met de crackertjes. Ik heb nu lekker een crackertjes 3 met deze vegetarische smeerworst, of zo, ik kom hier lekker uit mijn woorden. Boterhamworst. Ik doe hem dan door de helft. Vanochtend heb ik bananenpannenkoekjes gegeten, maar dat recept heb ik jullie maar even bespaard, aangezien ik die volgens mij in iedere video maak. Dat is 1 banaan, 2 eieren en ongeveer een eetlepel bloem. Dan doe ik er altijd honing op. En vanmiddag zijn mijn moeder en ik naar de bioscoop geweest, naar een soort van film over een varken. En er werd niet in gepraat en het was in zwart-wit. Maar het was wel mega leuk. En daar heb ik een zak chips gegeten met kaassaus. Dus dat is wel heel ongezond. Maar het was wel heel lekker. En dat was een soort van mijn lunch. En nu zitten we aan de sushi. Echt mega lekker. Deze zijn van mijn favoriete California roll. Dus dat ga ik lekker opeten met mijn glaasje water. Hey, ik heb net avondeten gemaakt. En let niet op mijn gezicht. Ik heb vandaag de hele dag danstraining gehad. Dus ik ben helemaal kapot. En ik heb dus dit receptje soort van zelf bedacht. Dus ik dacht, ik ga niet filmen hoe ik het doe, want ja, misschien doe ik het niet goed. Maar het is zo goed gelukt. Dus als jullie het leuk zouden vinden, kan ik het in de volgende video laten zien. Ik heb dus een zoete aardappel in de magnetron gedaan. Eerst eventjes met een vork wat gaatjes ingeprikt voor 6 minuten. Toen op een snijplank neergelegd en helemaal plat gestampt met een vork. Een beetje bloemen doorheen. En toen heb ik er dus 2 pannenkoeken van gemaakt. Zoals je hieronder kan zien. Het is een beetje echt wel een beetje hard geworden. Toen heb ik er huttekeze op gedaan. En avocado. Alleen de avocado was nog super hard. Dus ik heb het maar in kleine stukjes gesneden. In plaats van een soort van guacamole. Toen zout, peper en knoflookpoeder. En toen een eitje met nog een keertje de kruiden erop. En ik heb het dus nog nooit gehad. Ik heb echt geen idee of het lekker is. Maar het ziet er in ieder geval super lekker uit. Dus ik ga samen met jullie een taste test doen. Volgens mij heb ik al 100.000 keer taste test gezegd. Dus we gaan er een nieuw woord verzinnen. Ik ga het samen met jullie proeven.
Oh, en ik heb trouwens mijn badjas aan, want eigenlijk heb ik dat altijd thuis. En het is een beetje donker, dus ik hoop dat de kwaliteit een beetje goed is. En anders ben ik het weg. Oké, we gaan een hapje doen met alles erop en eraan. Behalve dan het eigeel, want dat is een beetje ver weg. Oh. Hij valt een beetje uit elkaar. En de ei. Een beetje avocado. Oh, dat is echt heel lekker. Weet je wat het is? Oh, het is echt heel lekker. Het is echt super lichte smaken. Dus samen is het echt... Ja, het zou lekker zijn als een lunch of zo. Maar het is echt... Als je zeg maar niet houdt van te veel kruiden. Dus gewoon een beetje milde smaken. Dan is dit echt een super aanrader. Omdat het zoet... Die zoete aardappel is ook echt heel lekker. Wat zou je hier nog meer op kunnen doen? Je zou natuurlijk ook ui of zo erbij op kunnen doen. Tomaat. Komkommer. Nou ja, het is echt super leuk. Ik ga hier sowieso veel meer mee experimenteren. En dan sluit ik hierbij de video af gelijk. Want ik ga vanavond heel snel de video editen. Het is nu 6:30. En dan moet hij morgen al online komen. En ik moet ook nog een thumbnail maken. Dus het wordt een drukke avond. Dus vond je de video leuk? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer je zeker op mijn kanaal. Ik post iedere donderdag om 12:30 een filmpje. En ik zou het super leuk vinden als ik je volgende week weer zie. Ja. Oh ja, het zou leuk zijn als je reageert wat je lievelingseten is. Dat vind ik wel super leuk om te lezen. Doei, tot volgende week.